In 1949 is China communistisch geworden. In deze paragraaf gaan we kijken naar wat dat voor gevolgen heeft voor China zelf, voor de bevolking van het land, maar ook voor de relatie tussen China en andere landen. Zowel de binnenlandse als de buitenlandse situatie wordt dus bekeken en we gaan kijken naar de periode 1949 tot 1970. Oké. Mao Zedong heeft in 1949 de leiding op zich genomen door die communistische revolutie te plegen. En ja, vanaf dat moment is China eigenlijk een totalitaire staat. En totalitaire staat hebben we het al vaker over gehad. Als het begrip niet meer helemaal duidelijk is, dan verwijs ik even terug naar de video over paragraaf 9.3. Die gaat over het totalitarisme. En ik haal even iets uit die video terug. Een totalitaire staat kun je eigenlijk als volgt samenvatten. Totalitarisme is een politiek systeem dat een totale controle van de maatschappij nastreeft, inclusief het denken en het voelen van alle mensen. Er is één partij met één sterke leider, die is er nu ook. Alleen de communistische partij is in China nog toegestaan. En Mao Zedong was de absolute leider van die partij. Hij werd de grote roerganger genoemd. Het grote voorbeeld dat de hele bevolking na moest volgen. En door middel van propaganda werd dat duidelijk gemaakt aan de Chinese bevolking. Maar als men niet wilde luisteren, dan werd men onderdrukt, werd men gevangen gezet of naar werkkampen gestuurd. Voor veel Chinezen was het leven onder Mao Zedong dan ook absoluut geen pretje, hoewel ze dat in het openbaar nooit zullen hebben laten blijken. Iedereen moest namelijk mee in de plannen die Mao had voor China. En Mao wilde van China de belangrijkste communistische wereldmacht maken en hij wilde van China sowieso een wereldmacht maken. Hij wilde kunnen concurreren in eerste instantie met de Sovjet-Unie, maar later ook met Engeland en met de Verenigde Staten. En daarom kwam Mao met het plan van de grote sprong voorwaarts. Dat plan introduceerde hij in 1958, daar moest dat ingaan. En het doel van de grote sprong voorwaarts was verbetering van de landbouw en de industrieproductie. En hier zien we ook al een beetje het communisme terug, want eigenlijk was het niet meer dan een heel ver doorgevoerde planeconomie. En daar moest de hele economie voor overhoop gehaald worden, niet alleen de economie, eigenlijk gewoon de hele samenleving. Want tot dan toe was er altijd privébezit geweest. Hadden boeren hadden een eigen stukje grond mogen hebben dat zij bewerkt, dat al eeuwenlang in handen van de familie was soms, en waarop zij al eeuwenlang dus ook hadden gewerkt. En mensen hadden hun eigen fabriek gehad. Dat werd afgeschaft. Dat mocht allemaal niet meer. In plaats daarvan werden de boeren op het platteland gedwongen om samen te werken in collectieve boerderijen. Die werden samengevoegd en daar moest men samen gaan werken. En de opbrengst van het land, die waren niet voor de boeren zelf, die waren voor de staat. En de boeren kregen ervan maar een heel klein deel. In de industrie zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren. Privébezit werd dus afgeschaft. Fabrieken die werden ook van het collectief gemaakt, eigenlijk van de staat. En de opbrengsten van zo'n fabriek die gingen dus in eerste instantie ook naar de staat toe. En de werknemers die kregen maar een heel klein deel van die winst mee. Als tenminste winst werd gemaakt. En dit plan werd bijna van het ene op het andere moment ingevoerd. En zorgde voor een grote verandering. Want mensen kregen geen tijd om aan die verandering te wennen. Ze werden gedwongen om er zo mee te werken. En dat zorgde dus ook voor dat het uiteindelijk helemaal niet werkte. Want er werden bijvoorbeeld hele grote delen van de oogst werden achtergehouden. Die werden verstopt. En die werden niet afgedragen aan de staat. En hetzelfde zag je ook gebeuren in de fabrieken. Bovendien was de kwaliteit van de producten die er in die fabrieken gemaakt werd vaak erg beneden peil. Want de mensen die in die fabrieken werkten, die werkten niet voor zichzelf. Dus die hadden geen belang bij om een goed product af te leveren. En dat zorgde ervoor dat die grote sprong voorwaarts uiteindelijk uitliep op een grote mislukking. En dan is een grote mislukking eigenlijk nog een understatement. Want als we er gewoon even wat cijfers bij pakken, dan zeggen die al een heleboel. Hier zie je twee grafieken, we gaan ze even allebei nader bekijken. Dan krijg je een beetje een beeld van de impact die die grote sprong voorwaarts heeft gehad in de Chinese samenleving. Eerst even de linker grafiek. Die linker grafiek gaat over de groei van de Chinese bevolking. Vanaf 1949, zoals je ziet, tot aan het jaar 2000 ongeveer. En die rode lijn, dat is de groei van de Chinese bevolking. De groene lijn geeft het geboortecijfer weer. Hoeveel Chinezen worden er geboren per 1000 inwoners? En de zwarte lijn is het sterftecijfer. Hoeveel Chinezen sterven er per 1000 inwoners? En dan zie je dat in de jaren van de grote sprong voorwaarts, hij wordt ook in die grafiek genoemd, de Great Leap Forward, dat het sterftecijfer ineens enorm toeneemt. Dat verdubbelt zelfs.
En je ziet dan ook dat dat eigenlijk de enige periode is uit de hele grafiek waarbij dat rode lijntje iets afneemt. En het is in de grafiek maar een hele kleine afname, maar die grote sprong voorwaarts en de gevolgen daarvan, die hebben waarschijnlijk tientallen miljoenen extra doden in China opgeleverd. De schattingen lopen uiteen, maar er worden bijvoorbeeld aantallen als 20 of 40 miljoen mensen genoemd die gestorven zijn vanwege die grote sprong voorwaarts. Vanwege de hongersnood die er toen door die mislukking van die landbouw bijvoorbeeld plaats heeft gevonden. Ja, en die mislukking van die landbouw en van die industrie zien we ook terug in de rechtergrafiek. Want daar zie je dus de economische groei. En dan zie je weer een periode vanaf 1952 in dit geval tot een aantal jaar geleden, 2003. En dan is vooral die stippellijn interessant. Dat is het percentage van de groei ieder jaar. En je ziet dus die grijze lijn er doorheen lopen. Nou ja, als het daarboven zit, dan groeit de economie ieder jaar. Maar je ziet dat in de periode van de grote sprong voorwaarts de economie juist krimpt. En de economie stort dan ook in. Die grote sprong voorwaarts is dus ook één grote mislukking op alle mogelijke gebieden. Eén van de grootste tragedies uit de moderne geschiedenis. En ja, Mao kan natuurlijk niet zomaar toegeven dat het een mislukking is. Want dat zou gezichtsverlies opleveren, maar ja, uiteindelijk kan hij niet anders. En dan geeft hij onder andere Deng Xiaoping en nog wat mensen die hem heel naast staan in de communistische partij, geeft hij de opdracht om de economie te hervormen. En die Deng Xiaoping die zie je hier op die foto helemaal vooraan. Ik noem zijn naam wel Steven, want je zult hem in paragraaf 3.2 ook nog tegen gaan komen. Maar hij zorgt ervoor dat er weer wat meer economische vrijheid komt. Dat die collectivisering van de landbouw en de industrie voor een deel wordt teruggedraaid bijvoorbeeld. En dan zie je dus ook dat de economie langzamerhand weer gaat groeien. Maar dat wil niet zeggen dat Mao geen plannen meer heeft met China. En dat hij niet vindt dat het anders moet. En ja, voor die tientallen miljoenen extra doden, daar had Mao eigenlijk geen compassie voor. Want hij wilde China vooruit helpen, volgens zijn ideeën. En daarom komt hij een aantal jaar later met de plannen voor de zogenaamde culturele revolutie. En die culturele revolutie had tot doel om de klassenverschillen te laten verdwijnen. Dat is uiteindelijk ook wat het communisme graag wil natuurlijk op papier. Nou ja, om dat te bereiken kwam Mao met het volgende idee. Het onderscheid tussen hoofd- en handarbeid moet verdwijnen. Oftewel het denkwerk, of jij nou schrijver of dokter bent, dat moet eigenlijk niet anders zijn dan het handwerk van bijvoorbeeld een brandweerman of een boer, zoals we daar zien. Ik heb maar even wat plaatjes gepakt. Nee, daar is eigenlijk geen onderscheid tussen. Iedereen zou alles moeten kunnen en dat onderscheid moet dus verdwijnen. En dat had tot gevolg dat vanuit de steden tienduizenden, honderdduizenden arbeiders, maar dus ook intellectuelen, zoals bijvoorbeeld die dokter en die schrijver, naar het platteland moesten om daar verplicht in de landbouw te gaan werken. En ze hadden geen keuze. Als ze het niet deden, werden ze opgepakt, werden ze gevangen gezet of misschien nog wel erger. Nou, je kunt je misschien wel iets bij voorstellen dat dat economisch gezien ook niet zo heel handig is, dit plan. Want ja, die mensen hadden nauwelijks ervaring met het werk in de landbouw. En ja, bovendien werden er zo een heleboel belangrijke, slimme mensen uit de steden weggehaald en hun werk werd niet zomaar opgevangen. Dus ook die culturele revolutie had geen goede economische gevolgen. Maar die culturele revolutie had ook vooral culturele gevolgen. Want het is niet voor niks een culturele revolutie. Wat wilde Mao namelijk nog meer? Hij wilde afrekenen met het oude China. Afrekenen met de oude Chinese tradities. En ook wilde hij afrekenen met de invloeden van het Westen die er waren. Maar vooral die tradities wilde hij aanpakken, want die hielden China volgens hem tegen. En zo werden dus heel veel Chinese tempels en Boeddha-beelden en alles werden er vernield in de jaren van de culturele revolutie. En dat werd vooral gedaan door de zogenaamde Rode Garde. Hier zien we een lid van die Rode Garde. En iets wat je misschien al meteen opvalt is dat het een heel jong meisje is dat je hier ziet. De Rode Garde, dat waren jongeren. Een jongerenbeweging die door Mao heel erg gesteund werd, rood uiteraard ook weer vanwege het communisme. Je ziet ook dat dat meisje een communistische band om heeft, dat ze bovendien in haar hand het rode boekje heeft waarin allerlei uitspraken van Mao staan. Iedere Chinees was verplicht om dat te hebben, iedere Chinees kreeg er dan ook een. En ja, die rode garde, die waren heel erg fanatiek. De jeugd had de toekomst, dacht Mao, dus hij steunde die rode garde heel erg. En die rode garde zorgde ervoor dat dat culturele Chinese erfgoed vernield werd. En dat die intellectuelen en die arbeiders in de landbouw aan de slag gingen.
Nou, uiteindelijk hielp die culturele revolutie ook niet echt. Dus in 1968 kwam daar een einde aan. Maar ja, toen was er wel een heel groot deel van China toch weer op zijn kop gezet. En het had voor meer ellende gezorgd dan voor iets goed. En ook dit had weer vele doden tot gevolg. Nu even naar het buitenland. Hoe zit het met China ten opzichte van het buitenland? En dan zitten we dus in die periode van die Koude Oorlog. We hadden al gezien dat als gevolg van die Koude Oorlog China uit de Veiligheidsraad was gezet van de Verenigde Naties, dat Taiwan ervoor in de plaats was gekomen. Maar ja, hoe moest het dan verder? China ging volop meedoen aan die Koude Oorlog. Ze steunde het communisme in een aantal buurlanden, zoals Noord-Korea en Noord-Vietnam, waarin allebei de landen oorlogen uitbraken. Burgeroorlogen tussen communisten aan de ene kant en andere partijen aan de andere kant. En China ging dus die communisten steunen. En daarmee kwam zij vaak bijna in conflict met bijvoorbeeld de Amerikanen, die juist de tegenstanders van de communisten in die landen gingen steunen. Daarnaast ging China vanaf 1964 ook deelnemen aan de zogenaamde wapenwedloop. Vanaf 1964 had China zelf ook kernwapens. En China werd dus een atoommacht om rekening mee te houden. En in het Westen kwam er dan ook steeds grotere angst voor China. Maar tegelijkertijd kwam China in de communistische wereld juist steeds meer alleen te staan. En China wilde graag wedijveren met de Sovjet-Unie, wilde graag het grootste communistische land worden. Maar ja, uiteindelijk zorgt dat ervoor dat de relatie tussen China en de Sovjet-Unie alleen maar verslechtert. En dat China eigenlijk bijna geïsoleerd komt te staan in die communistische wereld. Ja, en dus ook ten opzichte van het Westen, dus China raakt gedurende die Koude Oorlog eigenlijk in een internationaal isolement.